Mijn naam is Dennis Schouten, dat is Mark Banes en vandaag de tweede aflevering, maar al de eerste gast. En wat voor gast? Jan Roos. Jan Roos. Met vandaag. Oeh, dat ben ik. Linda de Mol moet eigenhandig het huis schoonmaken. En meisje Jamila, die is aan de doodstad bij een scheepsrap. En we hebben vandaag onze eerste primeur, want Jultje Tielemann heeft een relatie met Rijk Hofman. Nou Jan, wat leuk dat je er bent. Heb je enig idee waarom je er ook bent vandaag? Of? Jazeker Mark. Ik kreeg een berichtje van Dennis. Van ik heb je uitgenodigd voor deze fantastische show. Jij bent hier omdat je dik bent. Ja, en toen ging ik dus kijken. En het enige wat ik dus hoorde was Dennis die zei... Ja, Jan Roos is ontiegelijk dik geworden. Wat een succes was de eerste aflevering, hè? 140.000 mensen hebben gekeken. Ja, op dit moment. Ik denk als dit online komt, dan staat hij al op 150. Ik vond echt... We zijn gewoon heel goed. Maar het is wel zo dat als ik ergens in zit, dat het vaak goed is voor de cijfers. Ja, want bij welk? Want wat was nou je laatste grote succes? Mijn laatste grote succes? Ja. Ik heb gisteren een ontzettend lekkere lasagne gemaakt. Frans-Duits verbaasd met ongelooflijke transformatie. Frans-Duits is 40 kilo afgevallen. Maar de vraag is, vinden we hem er knapper op geworden? Nou ja, dat vind ik wel. Jan, dat zou je ook niet meer staan. Nou ja, goed, 40 kilo, dat is volgens mij net aan mijn onderkin op dit moment. Is het vervelend om heel dik te zijn? Hoe is het met Jamila? Dat zijn we nog niet. Ja, je flinkert om me heel dik. Ik ben niet heel dik. Nee, dat is echt niet waar. Ik ben niet heel dik. Maar je durft niet op te gaan staan. Ik ga toch godverdomme... Pas nou op, dan flikker dat dingetje tussenuit en hebben corona. Ik ga toch hier niet opstaan om mijn buik te laten zien aan je. Linda de Mol? Oh ja, kut. Oké, okay, goed. Linda de Mol. Linda de Mol. Ja, Linda de Mol. Maar ja, er zit allemaal spetters op voor jou. Ja, jongens, Linda de Mol moet tijdens de coronacrisis zelf haar huis schoonmaken. En dat is natuurlijk niet easy. Normaal gesproken heeft Linda iemand in dienst om haar huis schoon te maken. Maar nu doet ze het helemaal alleen. Ik heb laatst voor het eerst in tijden een hele verdieping gestofzuigd. Dat is een hele workout. Zo ondervond Linda. De transpiratie liep in stralen van me af. Eigenlijk, je hoort iedereen zo praten over die mensen die aan het sterven zijn op de IC's. Maar dit is eigenlijk een echte slachtoffer, hè? Het loopt allemaal zweet over de rug van het zuigen. Gaan we door. Jort Kelder, economie aangehoord door dikke 80-plussers. Ja, Jort wil dus eigenlijk dat we stoppen met die lockdown. Want de economie gaat naar de pleurs en dat doen we dus alleen voor... Alleen maar ongezonde, dikke mensen. Eigenlijk. Ja, er zit op een gegeven moment ook een grens aan mij, jongens. Dat vetshamen, dat is echt een nieuw racisme. Dat moet echt ophouden. Nee, maar dit zijn niet mijn woorden. Ik kom godverdomme al aan van een pak magere yoghurt klootzak en maar blijven trainen. Maar dit zijn niet mijn woorden. Economie aangaat... Jij zei dat al die ongezonde, dikke mensen, toen keek je mij zo aan, zo met zo'n knikkend hoofd. Nuance en respect, ja. Maar we wijken wat af van de... Ja, wat wil je dan? Nou, ik wil zeggen, of je het met Jort Kelder eens. Nee, ik ben het nooit met Jort Kelder eens. Het is een omhoog gevallen flapdrol. Ja, dat is dan duidelijk. Die Bertie Brak, die zegt dus in haar biografie... Ja. Dat Johnny de Mol, dat is het neefje van Linda... die het zweet in de nek heeft zitten van de stofzuiger... dat Johnny de Mol op een nacht, dus naast dat veenlijk lag... en dat hij toen heeft geprobeerd om haar te neuken. Nou, ik zou je toch even één ding vertellen. Hoe smerig is dat? Dat is toch bijna dat ruf tegen necrofiliaan. Jan, het is een geweldig programma. Dit. Maar kan Jan Roos niet gewoon weg weer? Is het niet zo goed? Dit is beledigend. Ja, ik vind dit zo... Zo, het begint letterlijk elk onderwerp zit je gewoon te kotsen terwijl je... Er komt gewoon alleen maar barm en ranzige, zure shit uit je bek. Maar echt, ik word er gewoon strom. Het is gewoon leuk de rolletjes van de week bespreken. Niet Jan Roos gaat even zijn mening vertellen of Patty Bart al dan niet een veenlijk is. Het interesseert, het is toch onzin. Ja, we hebben jou uitgenodigd omdat je dik was, mocht je in de zaal komen zitten. Maar inderdaad, dit is dus de reden dat je gewoon niet meer op televisie komt.
Dit is toch super hinderlijk? Dit is toch helemaal niet de reden dat ik niet op telefoon ben? Nee, tuurlijk is dit de reden. Ik krijg gewoon oorpijn van je gezicht. Ik ga iets leuks zeggen over Bertie Brak. Ja, inderdaad. Ik word bepoteld door Johnny de Mol. Mogol dat jij daar bent. Dat kan je niet maken. Maar je kan niet over Mogol praten. Nee, zeker niet. Jongens, houden we het gezellig. Het onderwerp blijft dus dat Johnny de Mol een poging heeft gedaan om wat te doen met Bertie Brak op seksueel vlak. Nee, dan doe ik het nu even. Oh, wat leuk. Extra item. Pak maar op, Mark. Jij bent. Ja. Nou jongens, meisje... Oh ja. Meisje Jamila aan de dood ontsnapt door scheepsram. Wat doe je nou in hemelsnaam? Jamila? We spreken niet goed uit, Dennis. Ik denk dat het komt door dat... Ja, dat slaat toch helemaal nergens op. Jamila? Nee, dat... Dat deed je. Je deed net of je jezelf terugspoelde. Ja, dat vond ik mooi. Meisje Jamila aan de dood ontsnapt door scheepsramp. Ik weet niet wat we te zien gaan krijgen, maar Dennis zet het op. Ze is aan de dood ontsnapt bij een scheepsramp, niet door een scheepsramp. Ik wil nog wel even excuseren, de redactie heeft dit erin gestopt. Ik had hier geen beest van. Ja, nou, maar dat is dan toch... Nou, hartstikke leuk. De doos was te nat. Ja, dan gebeurt dat. Want... Ja, nou ja, jongens. Ja, ik begrijp dat jij wel op televisie komt. Wat een niveau, joh. Maar... We kunnen wel melden, er is contact gehad, de redactie heeft contact gehad met je, maar het gaat goed met haar. Wendy van Dijk onthult waarom ze altijd zo straalt. Nou, dat was toch al bekend, waarom ze altijd zo straalt. Nou? Ja. Oh, ze stopt met gluten en zuivel. Botox en fillers zorgen voor minder rimpels, maar een gezonde glow komt vanuit je darmen. Ja, ik kan hier wel van alles nog wel over zeggen, maar dan begint die vent naast me weer te krijzen. Dat heb ik echt helemaal geen zin in. Pak je moment, ik hou hem tegen als die gaat. Ik vind het hartstikke leuk dat Wendy zo straalt vanuit de darmen. Zou Erland ook stralen vanuit de darmen? Ik had altijd vrij veel last van eczeem en een droge huid en allerlei andere aandoeningen. Uit een test bleek dat ik niet zo goed tegen gluten was. Droge neus ga je ook vaak te hebben. Gele kaart nu. Gele kaart. Dat zijn televisietaboes. Daar mag je het niet over hebben. Nee, zij is een ster, Jan. Jongens, ik wil nog op iets terugkomen van vorige week. Want het zit me toch een beetje dwars dat al mijn vrienden... Dat zijn geen influencers. En ik ben op zoek naar influencervrienden. Je wil nog steeds graag influencervrienden, dus wil je nu gaan bellen? Ik wil graag bellen. Maar wie wil je dan als vriend? Emma Wortelboer. Hey Emma, met Mark Baanders. Ook Slijptol. Oh, hoi. Hey, ik ben nu mijn eigen influencervrienden aan het zoeken. Oh god. En jij hebt echt een heel lekker maandje gedraaid op het gebied van influencer. En ik zoek mensen met een grote achterban om een leuk bolletje mee te drinken. Waarom? Wat wil je? Nou, dan maken we een fotootje. En mocht het bij één keer blijven, is dat goed. Mochten we elkaar later nog een keer nodig hebben. En dan maken we allebei even een fotootje. En dan krijgen we de volgers van elkaar. Dan komt dat een beetje goed. En, ik heb helemaal geen zin in, Mark. Dus echt wat Bram Krikke ook doet met dat alles switch naar follow. Ja, maar hier gaat het ook wel een beetje om, zeg maar, dat we gewoon met elkaar een beetje weten wat we aan elkaar hebben. Ik zoek gewoon een beetje influencervrienden. Ja, maar ik ben geen influencer. Wilfred. Dag, Wilfred met Mark Baan is ook wel Slijptol genoemd. Ik zit hier bij Roddenpraat, ik ben op zoek naar influencervrienden. En ik zoek dus eigenlijk vrienden, want ik heb nog niet echt hele bekende vrienden. En ik vroeg me eigenlijk af of wij daar iets aan zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld een keer een biertje drinken of iets. Ik denk niet dat het werkt.
Kijk, het punt is namelijk, ik sta aan het begin van mijn carrière en ik heb gewoon wat meer vrienden in die business nodig. Want zo werkt het gewoon niet. Ik ben al 2-3 jaar ben ik met hetzelfde programma. Memphis Depay poseert met lijger en wordt slecht voorbeeld genoemd. Hier zit dierenleed achter. Memphis Depay is zelfs bananenplukker genoemd. En hij zegt, ik ben een dierenliefhebber. Nou, leuk. Jan, dat is dus geen nou, ik heb dat wel in voorbij zien komen in het nieuws. Ja. Dat hij Nederland een verschrikkelijk racistisch rotland vindt. Maar wie is dit? Dat is een voetballer. Ah, je kent Memphis Depay toch wel? Dat is een voetballer. Mijn god zeg. Mensen, daar zijn we nu bij het moment suprême. We hebben voor het eerst een primeur in onze serie. Ja, is toch fantastisch. Tweede avond. Leuk, een primeur. Ja. Een scoop. Een scoop. Scoop. En jij mag erbij zijn, Jan. Ons gezelligheidsdier. El Positivo. Ja, leuk hoor, jongens. En ja, dit is mooi. Ik word er ook een beetje gespannen van. Vertel. Jultje Tieleman heeft een relatie met Rijk Hofman. En mocht jullie hem niet kennen, dat is het broertje van Tim Hofman. Goed, dat heb ik uit een zeer betrouwbare bron. Mag de naam niet zeggen, dan heb ik de bron nooit meer. Er zijn dus video's opgedoken dat Rijk en Jultje samen ja, het gezellig hebben. Dat zie je hier. Jultje. Die lakt de nagels van Rijk. En ze voelt even aan zijn chest. Want weet jij wie dat dan is? Want ja, ik wist Memphis Depay niet, maar weet jij wie Sjoeltje Tieleman heet? Ik weet niet wie Sjoeltje is. En Rijk Hofman, die ken ik ook niet, maar die is dus beroemd omdat zijn broer beroemd is. Nou ja. Nee, ik heb met hem ook in een videoclip gezeten. Zo man, jij hebt echt een carrière. Jultje heeft dus meerdere keren bij Rijk geslapen. Zo. Want Jultje had altijd een relatie met Gio. En nu hebben ze dat ook weer opnieuw geprobeerd om dat goed te krijgen met elkaar. Dat is kennelijk niet gelukt, want Jultje heeft dus meerdere keren bij Rijk geslapen. Vervolgens heeft Gio huilend Sanne de Kramer opgebeld. Meen je niet, en dat is je bron. Nee, dat is niet mijn broer. Wie zijn echt al die mensen? Ik begrijp er helemaal niks meer van in ieder geval. Ik vind het mooi geweest. Mark, wat? Ik blijf nou heel even zitten. Ja, wat is dit voor? Ja, maar die prima is er al geweest. Primeur van mensen die we niet kennen. Maar ik begrijp sowieso het hele verhaal niet meer, want er komen zoveel namen in voor. Moet ik nog één keer kort een... Nee, want Sanne, weet jij nou wat Sanne is in dit verhaal? Gio, wie ik niet ken, die heeft haar opgebeld om te huilen omdat Sjoeltje met de broer van Tim Hofman. Laat maar. En Sjoeltje is dus de ex van Gio. Van Gio. En die heeft huilend opgeweld naar Sanne de Kramer. Ja. Je weet wel, Sanne de Kramer van. Wat is die? Ja, die vader is ook een presentator bij RTV Rijnmond. Sanne de Kramer. Dat ja, is het. Tuurlijk. Sander de Kramer van RTV Rijnmond. Ja. Verschrikkelijk zeg, wat een aardig kind. Dit zal natuurlijk ontkend worden, hè? Ik voel me zoals van Albert Verlinde. Ik ben maar Rijk. Als jij dit nou wil komen ontkennen, of Sjoeltje of Jultje? Jultje. Of Jultje. Dan kom maar eens hier, net zoals Jan. Ik kan het je aanraden, het is echt heel leuk. Ja, het is echt heel leuk hier. Goed, dit was hem alweer. Toch? Ja. Afsluiten? Ja, dat kon je vorige keer ook zo goed. Nou jongens, leuk dat jullie allemaal gekeken hebben. Ja, Jan Roos heeft er in ieder geval genoten. Wij hopen jullie ook. Like en abonneer. En ik ga er vandoor. Aju. Doei. Jan, bedankt. Ja, ik had het niet moeten doen. Dennis, kom. Ja, dan blijf je Jan zo zitten, ja. Jan kruipt even onder die tafel door. Hè? Kun je dat nog? Gaat hij toch staan, hè?